Allemaal, hier zijn we terug met cijferdelen, les 3. Eerst en vooral ga ik terug mijn mannetje tekenen. Heel belangrijk. En om te weten wat de volgende van mijn werkwoord is, we beginnen altijd met delen. 3 delen door 2. Ola la la la. 3 kan ik niet delen door 2. Wat kan ik wel delen? Stapje naar beneden. Van de 2 gedeeld door 2 is 1. 1 keer 2 is 2. 3 min 2 is 1. En wat is mijn volgende stap? Het volgende cijfertje laten zien. Ik trek een kring rond, want ik heb nu 12. Kan ik 12 delen door 2? Zeker. 12 gedeeld door 2 is 6. Dan doe ik maar. 6 maal 2 is 12. En dan, na mijn vermenigvuldiging, komt mijn min. 12 min 12 is 0. Ik laat mijn 8 zakken of dalen. Ik heb nu het getalletje 8. 8 gedeeld door 2 is 4. 4 maal 2 is 8. 8 min 8 is 0. En mijn quotient is 164. Tweede oefening. 8 gedeeld door 5 lukt niet. Maar hoeveel keer kan 5 in de 8? 1 keer. Want 1 maal 5 is 5. 8 min 5 is 3. En ik laat het volgende cijfertje zijn. 32. Oeps. Staat het in de tafel van 5? Nee. 31 misschien? Nee. 30 misschien. Ja, ik hoor het jullie al zeggen. 30 gedeeld door 5 is 6. 6 maal 5 is 30. Als ik 32 min 30 doe, dan heb ik nog 2. Ik laat mijn volgende cijfertje zakken en ik heb 25. 25 gedeeld door 5 is 5. 5 maal 5 is 25. 25 min 25 is 0. En dan de derde oefening. 7 gedeeld door 3. Lukt niet. Ik zag eentje. 6 gedeeld door 3 is 2. 2 maal 3 is 6. 7 min 6 is 1. Ik laat de 5 zakken. En heb ik 15. Staat 15 in de tafel van 3? Ja, dat kan er 5 keer in. 5 maal 3 is 15. 15 min 15 is 0. Ik laat mijn laatste cijfertje zakken. En dat is een 3. 3 gedeeld door 3 is 1. 1 maal 3 is 3. 3 min 3 is 0. Mijn quotient is 251. En nu allemaal aan de slag.